Hey allemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En dit keer is het een What's on my iPhone. Ik heb een iPhone 6. Laten we snel beginnen met wat er op mijn telefoon staat, want ik heb best wel veel apps. Oké, jullie kijken dus nu mee op mijn telefoon hiernaast. Laat ik als eerst beginnen met mijn achtergrond. Dit is een achtergrond van Pinterest. Want daar haal ik de meeste van mijn achtergronden vandaan. Want die vind ik gewoon heel erg leuk. En je hebt super veel verschillende dingen daar. Laat ik even inloggen. Op mijn beginscherm heb ik gewoon alle standaard Apple apps laten staan. Want ja, dat vind ik echt wel zo fijn. Dan kan ik het makkelijk terugvinden. Maar ja, ik denk dat iedereen die wel kent. Dus daar ga ik verder niet op in. En dan op het volgende scherm heb ik als eerste Snapchat. Nou, dit kent natuurlijk iedereen. Denk ik wel. Jullie kunnen mij ook toevoegen op Snapchat. Scan eventjes deze code. Ja. En daarnaast heb ik Instagram. Daarop kunnen jullie mij ook volgen. Dit is mijn account. Ik heet gewoon Mandy Kasbergen. En ja, dan kunnen jullie al mijn leuke foto's zien van wat ik tussendoor doe. Of mijn berichtje sturen. Weet ik veel. Doe wat je leuk vindt. En daarnaast heb ik VS Code. En dit is een app waar ik filters gebruik voor mijn Instagram. Er staan een aantal fotootjes in waar ik wat filters overheen heb gezet. En die misschien niet allemaal op Instagram staan. Sommige wel, sommige niet. Dus dat zien jullie nu. En daarnaast heb ik Twitter. Nou ja, hier mag je me op volgen. Ik tweet zelf niet heel veel. Meestal kijk ik gewoon naar de andere tweets van andere YouTubers. Dat vind ik heel erg leuk. Maar als je me daar wil volgen, dan heet ik of @MandyK129 of gewoon Mandy Denise. En dan heb ik Tumblr. Dit gebruik ik niet voor hele Tumblr foto's te plaatsen. Maar dit is voor school, want dat heb ik daarvoor nodig. Dan heb ik daarnaast Pinterest. Hier haal ik dus ook de achtergronden vandaan. En hier heb je gewoon leuke plaatjes. En het is altijd heel erg leuk om eventjes doorheen te scrollen. Lekkere eetdingen, mooie tekeningen, gewoon mooie foto's. Je hebt er van alles. Echt een leuke app om aan te raden. Dan heb ik Google Translate. Dat kent iedereen denk ik wel. Buienalarm. Hier kan je zien wanneer het gaat regenen. Dan krijg je gewoon eventjes een melding. Erg handig natuurlijk als je even moet gaan fietsen en lopen. Ik weet niet, als je naar buiten moet in ieder geval. En dan daaronder heb ik Timehop. Timehop is echt wel een hele leuke app. Want dan kun je precies zien wat er 1, 2, 3, zoveel jaar geleden precies op deze dag is gebeurd. En vooral ook voor de foto's. Ja, je kan ook mijn oude tweet zien. Oh, tweet is volgens zulke stomme domme dingen. Ja, nee, oh mijn god. Allemaal foto's die ik zoveel jaar geleden dus heb gemaakt. Leuke app, echt om aan te rijden. Dat is echt gewoon grappig om jezelf ook een beetje uit te lachen wat je een jaar geleden deed. Daarnaast heb ik de reisplanner app, want ik reis iedere dag naar school met de trein, dus dat is erg handig. Daarnaast heb ik iMusic. En hiermee, dit is echt een handige app, en hierop kan je YouTube video's opslaan. Dus stel je was in de trein nog eventjes een YouTube video kijken, nou kan dat via deze app. Maar ik gebruik het ook vooral voor muziek. Alle liedjes van Tesco heb ik hierop opgeslagen, want Tesco muziek vind ik echt leuk. Dus hier kan je ook gewoon muziek op opslaan. Als je geen internet hebt, kun je het gewoon afspelen. Altijd handig, altijd leuk. En daarnaast heb ik een mapje en hier zijn YouTube dingen in. De eerste is een linkje naar mijn YouTube account. Daarnaast is YouTube Studio. Daar kan ik reageren op reacties en zien allemaal dingen over mijn video's. Daarnaast heb ik het YouTube account. Daar kan je je abonnees op zien, want dat loopt niet altijd gelijk met YouTube zelf. En daaronder heb ik een linkje naar mijn kanaal. YouTube app, een app waarmee ik kan verbinden met mijn camera om foto's ervan af te halen. Ook erg handig als je Nikon camera hebt. Dan heb ik een mapje met bankieren. Nou ja, kan ik zien hoeveel nog op mijn bankrekening staat. Dat ga ik natuurlijk niet openen, privé. Dan een app voor mijn beltgoed, ja. Daarnaast heb ik een shop app mapje. Dingetje van Stradivarius, H&M, AliExpress, Bershka. Knak, ik weet niet hoe het uitspreekt, is een app en dan kan je studentenkorting krijgen. Ik ga er trouwens best wel snel doorheen, omdat ik echt veel apps heb, want ik heb nog een schermpje. Oh, dit is wel een leuke app. Hier moet je kiezen tussen twee vragen en dat zijn echt soms moeilijke dingen. Oh, en dan kan je ook zien de uitslag wat andere mensen hebben gestemd. En dat is echt wel leuk om te doen als je even niks te doen hebt, bijvoorbeeld in de trein. Erg handig. Dan heb je Polyvor. Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek hoor. Maar dit vind ik ook een leuke app. Dit heb ik echt al best wel lang niet gebruikt. Maar ik gebruikte dit een paar jaar geleden heel veel. En hier kan je outfits zien. Nou ja, kledingstukken. En die kan je combineren. Ik ga even kijken of ik kan laten zien wat ik al eerder heb gemaakt. Oh, deze is best wel leuk. Vind ik eerlijk. Vinden jullie het ook leuk? Ik vind het best leuk. Dan heb je Skiddo. Dit is een soort van Skibbo. Dit speelde ik een tijdje geleden met een vriendin van mij. Giffy.
heb je van die gifjes die zeg maar steeds overnieuw gaan. Dan heb ik daarnaast een mapje met Facebook, Wattpad, geen idee hoe het uitspreekt, iedereen doet het anders. Maar hier kun je gratis boeken oplezen en Boomerang. Boom, hoe sprak ik dat uit? Jeetje jongens, sorry. Mijn uitspraak is altijd super slecht. Maar dat zijn natuurlijk die snelle, versnelde filmpjes op Instagram. Dan heb ik daaronder Umum. En dit is heel handig, want hier kun je van tevoren zien, kan je foto's kijken of het past in je Instagram feed. Nou, ik heb dus echt geen Instagram feed jongens, het ziet er echt niet uit. Maar ik plaats gewoon lekker wat ik leuk vind en ik vind dat het daar ook om gaat. Maar het is wel gewoon altijd even grappig om te zien. En ik blijf ook tussen die drie. Dan kan ik even kijken wat het leukste staat, weet je wel. Erg handig. Heyday. Oké, dit is wel een beetje schamend. Ik heb een kleine verslaving aan Heyday. Ja, mensen op school lachen me uit. Nee, vriendinnen. Ze lachen me toe. Kijk. Ja. Hoe verdeel ik dat? Heyday. Het is gewoon echt grappig om te doen. En je wil echt je doel behalen. En ik speel het nu echt al best wel een tijdje. Ja. Het is gewoon leuk om even tussendoor te doen. Daarnaast heb ik de app Netflix en ik denk dat dit wel voor zich spreekt. En dan heb ik nog de volgende tab, bladzijde ding. Ik weet niet hoe het ze noemt, maar de volgende... Ja, je snapt het. En hier heb ik vooral heel veel spelletjes. En ik speel niet heel veel spelletjes, maar als ik soms in de trein zit, dan... om te praten doe ik eventjes een spelletje. Of als ik gewoon alleen moet wachten of iets anders. Dan kan je gewoon even een spelletje doen. Want ik heb geen internetabonnement. Dus ja, ik kan niet even wat zeggen of zo. Ik ga niet alle spelletjes laten zien. Dat duurt veel te lang. Maar ik kan wel een paar leuke, echt leuke laten zien. Wat ik heel vaak speel is BB Tan. En dit is wel verslavend. Maar het is de bedoeling dat je ze niet de grond laat raken. Want, oh mijn god. Want als je ze de grond laat raken, dan ben je af. En moet je zoveel mogelijk meisjes verzamelen en dat soort dingen. Dus leuk als je even niks te doen hebt. 2048 speelde we ook een tijdje. Dat was ook heel grappig. En de rest ook wel leuke apps. Maar niet echt om op te noemen, zeg maar. Dan in het volgende mapje staan wat langere games waar je wat meer tijd voor nodig hebt. Papa Peer. Een tijdje was ik daar heel verslaafd aan. Maar het nu wordt het een beetje moeilijk. Maar dat is echt heel erg leuk. Moet je echt een keertje proberen. Episode. Dit is echt heel leuk. Of episode, ik weet niet hoe het uitspreekt, maar dat is heel erg leuk. Dan kan je zelf een verhaal kiezen en dan kan je zelf kiezen welke kant het op gaat. Moet ze dat doen of moet ze dat doen? Dat is echt heel grappig om een keertje te proberen. Dan daarnaast nog een mapje. Fun Run. Ook leuk om met vrienden te spelen. Het kan stressvol zijn, maar het is leuk. Je moet je gaan rennen, dingen ontwijken of dingen pakken. En dat is wel leuk. De rest is ook niet heel spannend. Dan heb ik daarnaast een mapje met muziek. Soundcloud. Daar haal ik wel eens YouTube muziek vandaan. Maar dan moet je goed uitkijken voor copyright natuurlijk. Spotify. Gitaar en pianospel. Want daar kan je dan gitaar en piano opspelen. En dan heb ik een mapje met fotografie apps. Of ja, edit appjes zeg maar. Deze gebruik ik niet allemaal. Of sommigen weten niet helemaal waarvoor ze echt dienen. Maar ik zal de beste of de dingen die ik echt vaak gebruik, zal ik even uitleggen. Fotomix, kan je foto's mee mixen natuurlijk, zegt de naam al. Lightroom, kan je het licht aanpassen. Back Eraser, kan je de achtergrond weghalen. PixArt, kan je van alles mee. Moet je gewoon een keertje uitproberen. Fotolab, weet ik niet zo snel. Fonto, heb je heel veel fonts. Lettertypes dus. En dat gebruik ik wel eens als ik een thumbnail van Mila snel eventjes moet maken op mijn telefoon. Canva, ook zoiets. Filtera, iets met filters denk ik. Piccollage als ik ooit in de 1000 jaar een keertje een collage moet maken. Blend Editor, kan je ook foto's blenden. Pixlr, heb je ook allemaal verschillende functies. Ook vooral filters en zo. En Instaclone kan je gewoon meerdere foto's van jezelf naast elkaar doen volgens mij. Dan heb ik onderwijs. Dit zijn apps die ik nog niet echt heb gebruikt. Maar ik ben erg slecht in Engels. Dus hiermee zou ik beter Engels willen gaan leren. En volgens mij zijn het ook best goede apps. Gezondheid. Heel eerlijk, dit gebruik ik niet altijd meer. Soms doe ik nog wel buikspieroefeningen. Maar dit doe ik dan vanuit mezelf. Niet meer vanuit een app. Maar ik had een tijdje dat ik even gezond wilde doen. De eerste twee zijn zeg maar om bij te houden wat je eet. En daarna zijn het echt workouts. Maar dat gebruik ik dus niet meer. Big Days, lang niet gebruikt. Maar dat gebruikte ik om af te tellen. Bijvoorbeeld voor het concert van Teske, mijn verjaardag. Allemaal dat soort dingen. En nu.nl, dat spreekt ook wel voor zich denk ik. Daar kun je gewoon het nieuws zien. Dan is dit denk ik mijn telefoon. Oh, ik zal nog even mijn achtergrond laten zien.
En de achtergrond zijn vogeltjes. Jongens, dit is denk ik mijn telefoon. Als jullie nog een handige app hebben, laat het eventjes weten in de reacties. En doe een blauw duimpje omhoog als je dit leuk vond. Vergeet niet te abonneren, want dan blijf je op de hoogte van al mijn nieuwe video's. En zou ik zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!